Volg mij is een serie van Transworld Radio om je te helpen groeien in het volgen van Jezus Christus. Woensdag, de Wekelijkse Bijbelstudie. De komende tijd gaat de eerste serie van zes Bijbelstudies over zes fundamentele vragen in het leven. Hoe reageer ik op Gods woord? Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? En hoe draag ik vrucht? In dit programma en dat van volgende week gaat de Bijbelstudie over: Een discipel geeft het juiste antwoord op Gods woord. We lezen nu eerst een aantal versen uit Lucas 8, namelijk Lucas 8, vers 4 tot en met 15. Uit alle steden kwamen er mensen naar Jezus luisteren. Toen er heel veel mensen waren, begon Jezus een verhaal te vertellen als voorbeeld. Hij zei: Een boer gaat naar zijn land om te zaaien. Hij strooit het zaad op het land, en een deel van het zaad valt op de weg. Mensen lopen er overheen, of vogels eten het op. Een ander deel van het zaad valt op harde grond vol stenen. Dat zaad groeit eerst goed, maar gaat dan snel dood, doordat het geen water krijgt. Weer een ander deel van het zaad valt tussen het onkruid. Door het onkruid kan dat zaad niet groeien. Het krijgt geen ruimte en gaat dood. Maar een ander deel van het zaad valt in goede grond. Dat zaad groeit en wordt goed koren, met wel honderd graankorrels. Daarna zei Jezus luid. Laat dat goed tot je doordringen. De leerlingen vroegen aan Jezus wat het voorbeeld van het zaad betekende. Jezus zei: Jullie mogen de geheimen van Gods nieuwe wereld kennen. Maar de andere mensen krijgen alleen voorbeelden te horen. Op die manier zien ze wel wat er gebeurt, maar ze begrijpen het niet. Ze luisteren wel, maar ze snappen het niet. Jezus zei: Ik zal het voorbeeld uitleggen. Het zaad is het goede nieuws van God. Sommige mensen lijken op het zaad dat op de weg valt. Die mensen hebben het nieuws wel gehoord, maar dan komt de duivel en pakt het van hen af. Die mensen worden niet gered omdat ze het goede nieuws niet geloven. Andere mensen lijken op het zaad dat valt op harde grond, vol stenen. Die mensen zijn blij als ze het nieuws horen, maar dat duurt niet lang, ze houden het niet vol. Zodra ze het moeilijk krijgen, geven ze het op. Weer anderen lijken op het zaad dat tussen het onkruid valt. Die mensen hebben het nieuws wel gehoord, maar ze doen er niets mee, want ze zijn te druk met dagelijkse problemen. Ze willen rijk worden en een prettig leven hebben, dat vinden ze belangrijker. Maar er zijn ook mensen die lijken op het zaad dat in goede grond valt. Ze luisteren naar het nieuws van God. En ze begrijpen het. Want ze zijn eerlijke en goede mensen. Zij leven zoals God het wil, zonder op te geven. Als tweede willen we nu, na het lezen van het tekstgedeelte. ontdekken en bespreken: welke waarheid in deze Bijbeltekst is belangrijk voor jou? Of anders gezegd, welke waarheid in deze Bijbeltekst blijft bij je hangen of raakt je hart? Denk erover na. En schrijf op wat het eerste bij je opkomt. Als je samen met anderen bent, is het mooi om de ontdekkingen met elkaar te delen. Ik ontdekte dat er drie personen zijn die iets willen doen met het gezaaide woord van God in mijn hart. Christus zaait Zijn woord in mijn hart en wil dat Zijn woord vrucht draagt in mijn leven. De duivel probeert Gods woord uit mijn hart weg te nemen, zodat Gods woord geen invloed in mijn leven zal hebben. De derde persoon ben ik zelf. Ik heb de verantwoordelijkheid om iets met Gods woord te doen. Als ik het hoor en het in een goed en eerlijk hart vasthoud, dan zal Gods woord na verloop van tijd wortels schieten en vrucht dragen. Maar als ik niets met Gods woord doe, zal ik het compleet verliezen. Daarom is voor mij een heel belangrijke waarheid in deze Bijbeltekst: dat elke keer dat ik de woorden van de Bijbel hoor, het mijn verantwoordelijkheid is om ze in praktijk te brengen. Een ander opmerkelijk punt lees ik in vers 14. Daar ontdekte ik dat in vers 14 alle andere vijanden van Gods Woord worden beschreven. We lezen in Lucas 8, vers 14: Het zaad dat tussen de distels terechtkomt, zijn de mensen die het Woord van God horen en er ook in geloven. Maar door de zorgen, de overvloed en allerlei genoegens van het leven, krijgen die woorden niet de kans in hen iets goeds te bewerken. We lezen er dat Gods Woord door allerlei oorzaken wordt verstikt, door de zorgen van het leven, door het verlangen om rijk te worden en door een leven van plezier te leiden. De andere grote vijand van Christus is de zondige wereld buiten mij of de zondige aard binnenin mij. Zij willen niet dat het woord van Christus in mijn leven vrucht draagt. Daarom verstikken zij het woord van God. Een heel belangrijke waarheid voor mij in deze Bijbeltekst is dat het mijn verantwoordelijkheid is om waakzaam te zijn en te zorgen dat luxe of genot het woord van God in mij niet verstikken. Een volgende stap bij het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen is nu dat we al de waarheden in het tekstgedeelte proberen te begrijpen en vragen stellen over die dingen die we nog niet begrijpen. U kunt de vragen aan uzelf stellen en op zoek gaan naar de antwoorden. U kunt de vraag ook aan een medediscipel bij u in de buurt stellen. Als die er niet is, mag u de vraag of vragen ook aan mij stellen. Een eerste vraag kan zijn: waar is het zaad een voorbeeld van? Het antwoord lezen we in vers 11. Het zaad is het goede nieuws van God. Kortom, het zaad vertegenwoordigt het woord van God en in het bijzonder de boodschap over het koninkrijk van God. Gods nieuwe wereld. Dat begint met het Evangelie. Een tweede vraag kan zijn: Wat vertegenwoordigt elk van de vier soorten grond? In de dagen van de Heer Jezus hadden de boeren om hun zaad te zaaien nog geen machines. Terwijl ze over de akker liepen, gebruikten ze hun handen om het zaad naar links en rechts over de akker uit te strooien. Daarbij viel er ook zaad op het pad waarop de zaaier liep als ook op slechte grond waar rotsgrond was of stenen onder een dun laagje aarde lagen. Ander zaad viel op plekken waar doornen en distels groeiden, maar gelukkig viel het meeste zaad in goede en schone grond. In het voorbeeld van de Heer Jezus vertegenwoordigen de vier soorten grond de gesteldheid van het hart van mensen die het evangelie hebben gehoord. Daarbij is de betekenis van deze vier verschillende soorten grond het belangrijkste. Daarover gaan de volgende vier vragen. Waar is de grond die zo hard is als een weg een beeld van? Het zaad dat op de weg valt is een beeld van een verhard, ongevoelig en koud hart. Iedere keer als mijn hart deze houding of toestand heeft, reageer ik niet op Gods Woord. Het gaat het ene oor in en het ander weer uit. Daarbij denk ik steeds dat de gelezen woorden niet voor mij zijn bedoeld of gewoon niet van toepassing, omdat ik het niet wil geloven of niet begrijp. Ik doe er ook geen moeite voor om de boodschap van Gods woord te begrijpen. Een verraderlijke variant is dat ik mijn antwoord op Gods woord uitstel, het gevolg daarvan is dat mijn hart onverschillig wordt en verhard. Satan kent de potentiële kracht van Gods Woord. Hij staat altijd direct klaar om het gezaaide zaad weg te roven. Zaad dat wij laten liggen en niet aannemen. De les die we hieruit leren is: span je in met alles wat je hebt om achter de betekenis van Gods Woord te komen. Kortom. Wij moeten als gelovigen onze houdingen van onverschilligheid, uitstel of vijandigheid aanpakken en wegdoen. De vraag die volgt is: waar is de steenachtige grond een beeld van? De steenachtige grond is een beeld van een ondiep, niet geworteld en impulsief hart. Telkens als mijn hart deze houding heeft. Reageer ik te overhaast en impulsief op Gods Woord? Dat kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens een eredienst, samenkomst of een bijzondere bijeenkomst. Ik word geprikkeld en emotioneel geraakt door de boodschap en mogelijk de persoonlijke oproep van de spreker. Impulsief en zonder na te denken spring ik op om te gaan doen wat wordt gevraagd. Maar ik denk niet goed na over de betekenis en consequenties. Lukas 8, vers 13. Zodra ze het moeilijk krijgen, geven ze het op. Geestelijk gezien heb ik geen wortel geschoten. Ik heb dan niet nagedacht over de prijs die gevraagd wordt om een discipel van Jezus te zijn. De les die we uit dit gedeelte leren is: Houd het woord van God vast. Houd vol en gehoorzaam onder alle omstandigheden. We lazen aan het slot van Lucas 8, vers 15: Zij leven zoals God het wil, zonder op te geven. Laten we denken aan de woorden van Psalm 127, vers 1: Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun best. Blijf op God vertrouwen, Hij zal het doen. We gaan verder met de volgende vraag. Waar is de grond met distels een beeld van? De grond met distels is een beeld van een verdeeld en in beslag genomen hart. Telkens als mijn hart deze houding of toestand heeft, reageer ik op andere dingen dan het woord van God. Dan ben ik druk met dagelijkse problemen. Dan is mijn hart verdeeld tussen de dingen van deze wereld en de dingen van God. Dan maak ik mij bezorgd over mijn dagelijkse werk en leven, of droom ik van mooie dingen die ik nu niet heb, en maak ik plannen hoe ik meer geld zou kunnen verdienen. Natuurlijk mogen we genieten van alles wat God geeft, maar een mens kan er zo in opgaan dat er geen tijd meer is voor God, geen ruimte om Gods woord te lezen en te bidden. Het gevolg is dat ik geestelijk buiten adem raak. En Gods woord in mijn hart wordt verstikt. Geestelijke stilstand, geen groei en dan ook geen vrucht dragen. De les die we bij dit punt leren is: houd je hart zuiver en rein, eerlijk en goed. Wij moeten in Gods kracht alert zijn om onze zorgen en neigingen om materialistisch te zijn en verkeerde verlangens te hebben. Rigoureus aan te pakken en de kop in te drukken. We komen toe aan de laatste vraag in dit programma. Waar is de goede grond een beeld van? De goede grond is een beeld van het gevoelige hart, het goed voorbereide hart en het vruchtbare hart. Telkens als mijn hart deze houding of toestand heeft, reageer ik op Gods Woord op de manier die de Heer Jezus graag van zijn discipelen ziet. Met deze houding of toestand is mijn hart het tegengestelde van de houdingen en toestanden die we hiervoor hebben besproken. Deze houding helpt mij als ik Gods Woord hoor, lees of bestudeer, om er zorgvuldig naar te luisteren, om Gods Woord te begrijpen, aan te nemen en te gehoorzamen. Ik houd Gods Woord diep in mijn hart vast. En klamp me eraan vast onder alle moeilijke omstandigheden. Dan mag ik vrucht dragen. Soms dertig, soms zestig of soms honderdvoudig. Een mooie gedachte om mee te stoppen. Volgende week gaan we verder met het overdenken van Lucas 8, vers 4 tot en met 15. U heeft geluisterd naar Volg mij. Voor meer informatie over dit programma kunt u kijken op onze website twr.nl. Daar kunt u ook vragen stellen en desgewenst een reactie achterlaten. twr.nl